Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat geldt helemaal voor Helmond Sport. De ploeg in de donkere shirts eindigde vorig seizoen als allerlaatste toen de competitie werd onderbroken. Maar die nieuwe ronde leverde inderdaad nieuwe kansen op. Dit is de 1-0 gemaakt door Jeff Stans. Vol met links uitgehaald. Lekkere goal. Helmond Sport op voorsprong tegen Top Os. Top krijgt ook kansen. Hier valt de bal niet lekker voor Top Os. Maar toch een poging van Damen, de middenvelder. Schiet de bal over via verdediger. Het levert een hoekschop op. Maar die hoekschop levert verder niks op. Althans, niet voor Top. Wel voor Helmond. Geprutst daar bij Top. En dit is Lukili. Die begint aan een rush. Is moeilijk bij te houden. Maar Fleuren is uiteindelijk het slot op de deur bij Top. En zo blijft de 2-0 in ieder geval achterwege in de eerste helft. Kas Peters heeft geen medespelers nodig. Probeert het zelf. Daar zit er nog wel wat vingertop aan. Maar die bal zou er niet in zijn gegaan. En 1-0 is dus ook de ruststand in deze partij. Helmond Sport opnieuw. Het schot in eerste instantie wordt nog geblokt door de keeper. Maar in de rebound is het Arno van Keilegom, de Belg, met de goal voor Helmond Sport. En dan is het gejuich natuurlijk groot. Want zo'n wilde hebben ze vorig seizoen nauwelijks gekend. Hier krijgt de Zepar nog een gele kaart. En die kleur had hij al een keer gezien. En zo moet Helmond Sport door met 10 man. Een 2-0 voorsprong met nog 10 minuten te gaan. En dan houd je je hart vast. Een vrije trap voor Top Os. En die bal gaat nog binnen. Het is spannend, het blijft spannend tot het einde. Maar Helmond Sport zegeviert, want deze aansluitingstreffer van Van der Heijden bleek alleen voor de statistieken.